Fitvast Bootcamp Workout. Vandaag gaan we een Tabata training doen. 30 seconden duurt elke ronde. Daarna krijgen we 15 seconden rust of iets loslaten. We gaan beginnen als eerst met de jumping jacks. Tyson. Dan gaan we met knie happen. Mike Tyson weer. Gaan we de benen even losgooien. Dan gaan we een huppeltje maken. En terwijl we dat huppeltje maken, brengen we één been omhoog. En we blijven springen op het andere been. Alles. Maak die kuit los, die pijn, waar die pijn voelt. Ik ga beginnen met het andere been. En go. Hoppa, benen los, gaan we naar hakkenbellen. Benen los. Dan gaan we naar een X-squat. Dan zakken we omlaag. Jump up. Als je niet kan springen, niet springen. Gewoon op en neer gaan. Go! Oké. Gaan we naar een plassende hond. Op een hele snelle tempo deze oefening doen. Go!
zitten. Je wil strekken. Strekken en rekken is heel belangrijk. Daardoor krijg je je spieren meer zuurstof. Gaan we liggen. Dan gaan we op de schouders leunen. Brengen we de heupen op. En ga je van hier lang, lang, klein, klein. En je blijft op je hakken. Zowel lang als klein. Gaan we omdraaien. Dan gaan we naar skydiving. En tegelijkertijd een hele kleine beweging maken op en neer. Dus skydiving. Hele kleine beweging op en neer. Kom op. Hier gaan we naar de mountain climber. Get ready. Kruis je voeten. Je gaat ongeveer naar knie push-ups. Zoveel mogelijk als je kan in 30 seconden. Let's go. Oké. Gaan we staan en omdraaien. Dan ga je rollen naar achteren. Sta je op. En dan komen we weer omhoog. Rol je naar achteren. Gaan we omdraaien. En jawel. Burpee. Alright. Get ready. 4, 2, 1.
Alright, goed zo. Wat we gaan doen is, eventjes wachten. En dan gaan we beginnen met de hele gedoe nog een keer. Dus de eerste set hebben we nu af. Nu gaan we naar de tweede set. Maak je klaar, gaan we beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Tyson. Dan gaan we met knie happen. Mike Tyson weer. Gaan we de benen even losgooien. Dan gaan we een huppeltje maken. En terwijl we dat huppeltje maken, brengen we één been omhoog. En we blijven springen op het andere been. Maak die kuit los, die pijn, waar die pijn voelt. Dan beginnen met het andere been. En go. Hoppa, benen los, gaan we naar hakkenbellen. Benen los. Dan gaan we naar een X-squat. Dan zakken we omlaag. Jump up. Als je niet kan springen, niet springen. Gewoon op en neer gaan. Go! Oké. Gaan we naar een plassende hond. Op een hele snelle tempo deze oefening doen. Go!
zitten. Je bil strekken. Strekken en rekken is heel belangrijk. Daardoor krijg je je spieren meer zuurstof. Gaan we liggen. Dan gaan we op de schouders leunen. Brengen we de heupen op. En ga je van hier lang, lang, klein, klein. En je blijft op je hakken. Zowel lang als klein. Gaan we omdraaien. Dan gaan we naar skydiving. En tegelijkertijd een hele kleine beweging maken op en neer. Dus skydiving. Hele kleine beweging op en neer. Kom op. Hier gaan we naar de mountain climber. Get ready. Kruis je voeten. Je gaat van de veer naar knie push-ups. Zoveel mogelijk als je kan in 30 seconden. Let's go. Oké. Gaan we staan en omdraaien. Dan ga je rollen naar achteren. Sta je op. En dan komen we weer omhoog. Rol je naar achteren. Gaan we omdraaien. En jawel. Burpee. Alright. Get ready. 4, 2, 1.
Alright, dat was even lekker. Goed gedaan. Heb je nu zoiets van, ik wil nou eigenlijk iets van kracht doen? Nou, dan check even onze krachttraining. Wil je rek en strekken? Wil je een run doen? Dat kun je allemaal met onze programma doen. Dus ga ervoor of juist gewoon lekker rek en strekken en even mediteren. En klaar voor vandaag. Heel veel succes. Ik zie jullie snel. Doei doei!